Je hoort daar schoten, je ligt in je kamer, in je bed, je hoort schoten. NEC speelt zondagmiddag tegen Willem II. De ploeg van Rogier Meijer treffen de Tilburgers in het eigen Goffertstadion. Het is voor de oefenmeester zijn eerste wedstrijd in zijn 40ers. Want de trainer was afgelopen week jarig. Rogier Meijer, allereerst van harte gefeliciteerd. Ja, ik ben nu op een leeftijd dat je dat niet zo vaak meer moet zeggen. Dus, durf je te zeggen hoe oud je bent geworden? Ja, zeker. 40. Hoe heb je het gevierd? Thuis met wat vrienden en kennissen in de tuin. Dus, ja, we waren weekend ook vrij, dus het was lekker weer. Dus een klein biertje erbij, dat was prima. Ook Soufiane El Karawani had wat te vieren. De linksback mocht voor het eerst mee met het nationale elftal van Marokko. Ja, mooie ervaring, nieuwe omgeving. En ik denk dat ik daar veel heb kunnen leren en nieuwe dingen heb kunnen meemaken in het betaald voetbal. Ja, want je hebt met nogal wat namen daar rondgelopen, of niet? Ja. Maar ja, daar kan je alleen maar van leren. En ja, van die momenten moet je gewoon genieten. En dan zie je hoe het is aan de wereldtop, laat ik het zo zeggen. Maar er kwam een abrupt einde aan. De ploeg zat in Guinea toen daar een staatsgreep plaatsvond. Ja, daar is het een beetje gevaarlijk geworden. Voor ons was het relatief rustig. Ja, wat moet ik zeggen? Je hoort daar schoten, je ligt in je kamer, in je bed, je hoort schoten. Daarna moesten we snel weg. Zijn we met z'n allen in de bus gegaan, begeleid door militairen, zijn we weggegaan. Zijn we naar het vliegveld gegaan, vliegtuig in en snel naar Marokko en daar gewoon lekker weer rustig. Doelman Matthijs Brandenhorst keepte voordat hij naar NEC kwam voor Willem II. Hij denkt daar met goede herinneringen aan terug. Ja, zeker. Zeker in de jeugd gespeeld. Lange tijd bij het eerste elftal ook gezeten. Kwartfinale beker is nog wel een moment waar ik aan terugdenk. Waar ik de beslissende penalty pak. Dus dat zijn wel leuke momenten om er terug te denken. Ja. En het lijkt er ook op dat iedereen weer fit is bij NEC. Ja, we missen dan de lang geblesseerde nog. Hein? Matthias, Rens en Pedro doet gedeeltes mee. En vandaag hadden we wat meer grote partijen. Nou, daar zit hij nog niet in. Maar dat komt er wel aan. Dus iedereen is fit, teruggekomen van een interlandbreak. En iedereen heeft volgens mij heel veel zin in. Want ik zag ook Barrett op het veld lopen. Wij hadden nog gemeld dat hij een tijdje eruit lag. Maar die is gewoon weer terug. Wat is met hem gebeurd? Ja, dat weet ik niet. Ik weet niet of hij precies het weekend heeft gedaan. Nee, maar hij was eigenlijk eind van vorige week al op de goede weg. En het was gewoon niet zo ernstig als misschien van tevoren ingeschat werd. Maar hij is fit en dat is wel heel prettig. Willem II lijkt een directe concurrent te zijn voor NEC. Geeft dat extra spanning voor de wedstrijd? Nou, ik denk niet dat je heel veel bezig moet zijn met de toekomst, zeg maar. Als jij zegt een hele belangrijke wedstrijd, dan denk je waarschijnlijk al over aan het eind van het seizoen, bepaalde plekken. Wij kijken gewoon wedstrijd naar wedstrijd en proberen deze wedstrijd te winnen. En daar zullen we alles aan doen. En daarna zien we wel waar het geëindigd is en dan gaan we weer verder. En, we hebben er wel vertrouwen in.